Welkom bij de cursus Tuinvogels met Gina en Gerald. Welkom iedereen. Vandaag gaan we het hebben over speciale vogels, namelijk vogels die van bomen houden. Ja, en die bomen hebben ze nodig om voedsel te zoeken, maar ze maken er ook echt hun nest in. We gaan je leren hoe je deze vogels zult herkennen en waar ze leven. Ja, we gaan kijken naar de boomklever, de boomkruiper en de grote bonte specht. Gerald, hij zegt altijd, vogels kijken, dat is echt leren luisteren. En dat is ook zo. Maar vogels kijken, dat is ook echt leren kijken. De eerste keer dat ik door het bos wandelde, zag ik wel het bos, maar zag ik eigenlijk geen leven. Het is pas als je leert kijken waar je moet kijken, hoe je moet kijken, dat je de vogels begint te zien. Ja, dat is de nagel op de kop. Vogels kijken in het bos is niet gemakkelijk. We moeten eigenlijk vooral leren vertragen. En dus niet te snel door het bos wandelen, neem je tijd. Je mag praten tegen je compagnon, maar doe dat niet te luid. Doe geen bruske bewegingen en kijk vooral heel rustig rond. En luister natuurlijk ook wel. Zo kan je beste vogels ontdekken. Ja. En in het begin hebben we eigenlijk gekeken naar vogels vooral die in het gras of op de grond hun voedsel zoeken. Maar nu kijken we naar vogels die op de bomen hun voedsel zoeken. Dat klopt. En eerst gaan we kijken naar de boomklever. De boomklever is echt een hele coole, leuke vogel. Die klimt boven en naar beneden. En hij kleeft precies tegen die boom als een magneetje naar boven en naar beneden wandelt. Ja, dat kan dankzij zijn heel lange teennagels. Daar klimt hij mee in de schors en eigenlijk raakt hij met zijn voetzolen de boom meestal niet. Ja, en daarboven is het ook nog een hele kleurrijke, leuke vogel. En hoe kunnen we die best herkennen? Ja, het is eigenlijk een stevige mees. Wel een beetje groter dan een mees, maar met een kortere staart. De bovenkant is helemaal blauwgrijs en dan heeft hij een heel opvallende oogstreep en een mooie steenrode onderkant. Als we over het geluid van de boomklever spreken, ja, een boomklever is best wel een opvallende soort. En hij begint al heel vroeg in het voorjaar te zingen, eigenlijk al in februari, maart zijn de boomklevers het meest actief en het meest luidruchtig. En het is een heel luide, opvallende en herhaalde roep. Hij valt heel sterk op. We gaan een keer luisteren. Als je dan de zang wat herkent, dan kan je eigenlijk beginnen zoeken naar waar zit die boomklever nu. Je kijkt best naar een boomstam en dan zal je de boomklever naar boven zien klimmen of ook ondersteboven met zijn kop naar beneden zien hangen of zien klimmen. Je kan dus best naar dat gedrag gaan kijken om te gaan zien dat het effectief een boomklever is. En hij is ook typisch zo dat blauw-grijze en dat is ook heel herkenbaar op die boomstam. De boomklever, dat is eigenlijk een echte boomvogel. Hij zit hier nooit op de grond, hè? Nee, dat klopt. Het is een heel klein vogeltje. En je kan eigenlijk zeggen dat de boomkruiper de muis onder de vogels is. Hij kruipt tegen een boom omhoog, steeds met zijn staartje steunend tegen een boom. Doet een boomklever nooit. En hij is gewoon eigenlijk helemaal bruin gespiekeld. En heeft een lange, neergebogen snavel, waarmee hij tussen de schors naar insecten peutert. Hij heeft ook een specifieke zang, misschien niet zo gemakkelijk te herkennen. We gaan eens luisteren. Ja, dus best wel een herkenbaar melodietje, maar toch wel een onopvallende zang, die boomkruiper. Dus ja, we moeten eigenlijk een beetje tegen onze eigen winkel spreken. En normaal zeggen we, je moet luisteren voor je kan leren kijken. Bij de boomkruiper is dat niet waar. Dus je kan het geluid van de boomkruiper heel moeilijk lokaliseren. Het valt ook niet heel sterk op. Hij beweegt constant. Dus je moet vooral je ogen gebruiken. Ja, het is vooral zijn gedrag dat je eigenlijk gaat zien. De boomkruiper kruipt op de boomstam spiraalgewijs omhoog en vliegt dan terug naar de volgende boom om dan net opnieuw weer hetzelfde te zien. En zo kan je eigenlijk de boomkruiper makkelijkst herkennen. Als we het hebben over boomvogels, dan moeten we het zeker en vast over spechten hebben. In de cursus komen alle spechten aan bod, maar vandaag gaan we het enkel hebben over de grote bonte specht. Ja, en de grote bonte specht is wel de meest algemene specht van de reeks. Het is ook misschien wel de meest bont gekleurde en mooist gekleurde vogel uit heel de lesreeks. En het is een stevige vogel, een stevige bosvogel, die uiteraard meestal tegen een boomstam hangt. Zijn lichaam is zwart-wit getekend met opvallende koptekening. En zijn onderstaart is heel opvallend rood gekleurd. En de mannetjes hebben ook een klein rood vlekje op het achterhoofd. De grote bonte specht is toch wel een specialeke, want vanaf maart, april laat hij eigenlijk horen dat hem in de buurt is met zijn typische tromgeroffel. Ja, en dat roffelen dat doen ze niet om gaatjes te maken in bomen. Ze slaan eigenlijk gewoon op een soort tamtam om te zeggen, dit is mijn territorium. Het is dus eigenlijk de zang van de grote bonte specht. Ja, en na april ga je die wel wat minder horen roffelen, maar dan kan je wel de roep gaan horen en daar gaan we heel even naar luisteren.
Ja, en het moment dat we die specht horen roepen, is het ideale moment om die specht proberen te zien. Want dat is meestal ja, het moment dat hij van de ene boom naar de andere vliegt. En dan onderschep je hem veel gemakkelijker natuurlijk dan wanneer hij tegen een tak zit te roffelen. Want dan zit hij gewoon stil. Ja, en dat is typisch in die vlucht. En die vlucht is precies een golvende beweging waarin dat hem dan eigenlijk dat lawaai maakt. Ja, en een golvende beweging, dat komt omdat hij tussen elke vleugelslag zijn vleugels eventjes dichtplooit. Dus hij valt eigenlijk gewoon een klein beetje omlaag. Klopt. Voilà. Dit waren de boomvogels. We wensen je heel veel succes om ze alle drie te vinden. En tot volgende les. Deze video maakt deel uit van de cursus Tuinvogels. In de cursus leer je de vogels in je tuin herkennen. Je leert hoe je moet kijken, waar je moet kijken en wat je nodig hebt om de vogels te herkennen. Elke week krijg je een e-mail met de nieuwe les. Zo heb je alle tijd om de informatie te verwerken en je hoeft helemaal geen voorkennis te hebben. En als kers op de taart, de cursus is helemaal gratis. Dus schrijf je snel in op www.natuurpunt.be/tuinvogelcursus.